De populieren aan de Industrieweg in Nijmegen zijn ondanks protestacties woensdag gekapt. De gemeente besloot maandag om de bomen op de Industrieweg te gaan kappen vanwege hinder aan het fietspad. De Partij voor de Dieren kwam dinsdag nog een laatste keer in protest en verzachte bomen van een zwarte rouwband en borden met teksten als kappen met kappen en meer natuur. Volgens fractievoorzitter Michelle van Doorn waren er namelijk ook boomsparende oplossingen mogelijk. Ondanks de actie van de Partij voor de Dieren zijn de bomen dus woensdag gekapt.